Hallo, dus gamers. Mijn naam is Kutra. Ik weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Saints and Sinners op de Oculus Quest 2. Dus ja, de vorige keer zijn we hier geëindigd in de bus. We spawnen hier, dus ik weet niet waarom. Ik denk dat we nog alles hebben, toch? Ik ga kijken of we de boot daar nog gaan brengen. Oké, blijkbaar moeten we opnieuw beginnen vanaf dit punt, maar we hebben niks anders gedaan eigenlijk. Dus het boeit niet. Oké, we gaan. Ik had de vorige keer getoond, dus oké, ah ja, al die dingen hebben we nog. Oké, dus het is wel echt fucking chill. Denk niet. We hebben daar nog een pop liggen, dat we dan later een keer gaan aan. Ik ga wel zorgen dat ik nu een half uur, tussen de half uur en 40 minuten, gedaan heb met de video. Ik wil dat wel zeker zijn dat dat zo is. Wacht even. Hier aan de boven. We gaan toch even die pop nog gaan aan. Zodat ik het niet vergeet. Omdat ik wel kortere video's wil. De vorige keer was het een uur en 1 minuut of zo. En sowieso is het ook niet zo chill. Maar voor mij persoonlijk, als ik een video zie van een uur van een aflevering, zou ik het niet kijken. Maar als ik bijvoorbeeld 3 video's van 20 minuten zie, dan zou ik het wel kijken. Waar lag dat? Lag hier ergens toch? Hoor. Of hem en toch al of zo, ik weet het niet. Dan zijn we daar allemaal aan. Wat weet ik niet. Pak ik kijken. Toerururururu. Dus nu moeten we eigenlijk dus, als ik het goed heb, naar... Ik wil de eerste keer eigenlijk weggaan. En gaan we een microfoon moeten gaan halen, dacht ik. Oké, dus dat had ik de vorige keer gedaan, dus dat is chill. Kijk, ja, we hebben de accu er nog niet eens door. Oké, we moeten opnieuw beginnen vanaf hier. Al die dingen liggen hier nog. Kijk, hier, oh, dat dan weer. Oh, en dat dan weer. Ja, weet niet, hè. Ja, we kunnen ook gewoon de trigger zien. Dat was waarschijnlijk van Ori. Oké. Wat hadden we niet hier erop opgelet? Oh, hier staat er een. Oké. Dus even eerst al die rotzooi wegdoen. Dat kunnen we er niet in doen trouwens. Dat heb ik niet gezegd. Maar we gaan die poppen daar wel smijten. Dat is toch niet nodig nu. Dit mag ook altijd... Oké, voor een of andere reden een bakje even kort. Ik ga straks op als het toch een keer gebeurt. Ook hierin. Die is hem. Ah, hier. De sigaretten gaan we hier leggen. De chef gewoon natuurlijk. Deze kunnen we gebruiken om zombies af te leiden, maar ik zet het de vorige keer ook het ook hier hoog gezet. In mijn eigen game. We kunnen daar dus aan draaien. En we gaan de zombies erop afgaan natuurlijk. Dus dit is een kitchen knife. En die gaan we gewoon nu op dit moment hier wel in doen, denk ik. Of niet? Nee, we gaan die niet eens meepakken nu. Dit is de eerste keer. Het gaan bijna geen zombies zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is voor ons nu. Want de eerste keer, we gaan dus de missie doen in de microfoon gaan halen en zo. Dat de vorige keer moesten we dat doen. En dan... Ja, ik ga dit hier gewoon eens smijten. Even. Serieus. Daarin. Ja, dank je. En deze gaan we gewoon doen. Dan hebben we genoeg ruimte voor alles. Dus dat is chill, dat is chill. Oké, we gaan beginnen met de accu en dat erin te zetten. Even. Oké, we hebben hier nog iets. I had an inkling. And by God, I was spot on. The reserve. It's out there. It exists. This journal I found proves it. Still, so much work to be done. Stones that gotta be overturned. Riddles that need solving. Waterfall. And frequency 61. Has to be connected to the reserve somehow. Command and control, I'm guessing. That's the next step. If I can get this blasted radio repaired. Wonder if someone's still inside. Okay. As soon as my ankle feels steady, gonna take the skiff to that mansion in the Garden District, where Niles and I recorded the Tipsy Blue record.
the Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone for the radio. Power's covered with the bus battery. Just got connected. Antenna, too. Got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. Haven't slept in 3 days. These creaky bones are rattling with excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Grub, meds, weapons, ammo. Oh, all of a lifetime. Set me up for a decade. Could sure use the tourist help, though. Hell, I'd even be willing to split 40-60 if they make all this easier. Hope they show up before it's too late. Getting old. Oké, dus dat gaan we doen. Hier kunnen we dus zien wat we precies moeten doen. Dus normaal gezien hier, denk ik. Nope. Dexless. Repair the radio. Use the skiff to travel the shallows. Oké. Search the Blue Mansion for a microphone. Dus daar hebben we nodig. We hebben een microfoon nodig. Bus. Warning. Oké, dus dat gaan we eerst doen natuurlijk. Dat is voor de slapen. En dat doen we door dit te doen. Lekker. Oké. Okay, dus daar heb je ook dat. Iedere keer als je slaapt, gaan er minder supplies zijn. Dus het is heel belangrijk dat we zoveel mogelijk mee pakken eigenlijk. We gaan niet te veel mee kunnen pakken eigenlijk, maar toch. Okay, we hebben genoeg mee, denk ik sowieso. Oké, okay, we gaan beginnen dan. Oh, hier liggen er ding. Met, kijk, dat is heel handig. Dus dit gaan we sowieso mee pakken. En dit ook. Omdat we dat wel gaan nodig hebben misschien straks. Dus dat is chill. Dat gebeurt soms. Het is dus een bepaalde bevrouwde ding die hier gaat leggen en zo. Soms af en toe gaan we hier shit krijgen. Ik niet, omdat ik bepaalde dingen heb gedaan. Maar ik ga dat wel een keer uitleggen. Wat is dit? Oké, nee, dat is geen papier. We gaan gewoon direct vertrekken eigenlijk. Ik heb mijn gun. Met 6 kogels. Ik heb misschien dat ik heb een extra mes mee. Ik denk niet dat we te veel zombies gaan moeten killen. Ofwel, ik weet het niet. Ik heb de eerste missie al sowieso al gespeeld. Maar ik heb het denk ik ook een paar keer gezien. Dat is eigenlijk de missie die je al zag. Nee. Previews en zo, al die dingen. Dus ik denk dat de Blue Mansion toch die missie is. Ik weet het niet. Met een trap en zo. Wauw, ik kan je zeker vergeten een trap. Maar oké. Okay. Het is wel een tijdje geleden dat ik de story heb gespeeld. Verlang wel, want ik heb eigenlijk niet de volledige story gespeeld zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd. Ik heb eigenlijk de snelle route genomen door bepaalde dingen te doen die je niet zou moeten doen. Oké. Okay. Ik vind het wel een mooie sfeer, alleszins. De zombies in het water. Okay, dus ook op de grond gaat er veel shit liggen. Ik denk heel snel dat ik moet oppassen, maar ik heb dat uit de zak. Dus dat zombies mee horen. Daar staan ze. Oké, okay, het is toch die missie. Dus oké, okay, dat is de allereerste missie die er is. Hè. Ja, ik heb het ook. Oké, okay, sigaretten, dat is chill. Pauw ook altijd mee. Wood is heel belangrijk. En ik heb dat ooit een keer gezien in een video en sindsdien heb ik dat alles al meegepakt. Dus ja, maar normaal gezien doe ik niet veel vrienden, maar alleen voor missies hier buiten. Omdat ik alles al wel iets cools vind. En dan moet ik langzaam terug gaan. Ik weet het niet, maar oké. Okay. My husband, he's turned. He begged me not to let it happen. But I just couldn't pull the trigger. Well, dat is heel slecht van me. All I had left, but I failed him. I'm so ashamed. Would you be willing to help me out? I just can't bring myself to do it. I need someone else to end this nightmare. Oké. Okay. I help. Dus kijk, dus nu hebben we een keuze. We kunnen dus for free. Dus I help. Not my bad. Ik ga ze helpen. I will put him to rest. You will? Thank you. That is so kind. Here, take this key. Ik weet niet, ik denk zelf dat dat in hetzelfde huis zit als een ja, of the Blue Mansion, just up the street. Oh, nee. Oké, okay, kijk dat al. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. You don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh. Ik denk dat die witte ding is. One last request. Ja, stop eens. Ruben's wedding band. If you could retrieve it, it would mean so much to me. Je zorg me voor. Carry one small token with me. From my children. I have nothing. They're just gone. I never even got to say goodbye.
Ik zou ik echt wel kunnen uitmaken. Dus moest ik nu die gun bij in een paar zo bedreigd voelen en zo. Ik weet niet of ik haar kan aanraken of niet. You're in my space. Wow, sorry hè. Sorry hè. Oké. Dus dat was een goede persoon. We gaan even haar man gaan killen. En we gaan dan iets krijgen. Ah ja, we gaan normaal iets krijgen voor de save, denk ik dat is. Dat zijn dingen, like save en zo, bepaalde dingen. Zo onder die tafels heb ik gezegd, die groene dingetjes dat we nog moeten lotten. Dat is dus eigenlijk voor bepaalde dingen te krijgen. Dus je krijgt me wel wat mee, pa. Dat is goed. Op een gegeven moment, het is lang geleden dat ik het heb gespeeld, dus ik weet niet echt mee van wat dat je wat krijgt. Maar je kunt dus hier zien wat dat je weer nodig hebt. Workable metal is heel belangrijk. Eigenlijk heb je alles redelijk veel nodig. Oké, maar we hebben nu al, dit zit al vol en we hebben nog... bladzijde, dus tegen dat we daar zijn, ik bedoel, ik weet het niet. Denk niet dat we alles gaan kunnen meepakken. Dit is de kortste weg, denk ik. Het belangrijke is eigenlijk ook dat we niet te veel lopen, maar ja, ik heb niet echt veel geduld tegelijk, maar oké. Okay. Even onze mes afpakken, want normaal. Als ik het goed herinner, zit er hier al staan ergens een zombie. Toch als ze in die missies dat ik zag. Dat is eigenlijk al van de eerste missie dat je ziet bij dingen voordat het uitkwam en zo. Was al van deze missie dat mensen spelen. Zo weet je wel, die standaard missie dat YouTubers spelen en zo. Dat ik zag. Ik vind het kut, wat, ik wil al van alles meepakken bij hem. Maar op een gegeven moment moet ik ook beslissen. Wat dat waard is, maar ik ben heel snel stil. Als ik stil ben, dat is omdat ik gewoon ben, dus in mijn eigen game, ik had aangeschakeld, dus als ik praat of als ik geluid maak, zombies horen, dus roep, dan gaan ze op mij afkomen. Maar hier is dat natuurlijk niet, dus ik moet het niet oppassen. Maar ik heb alsnog de gewoonte. Dus dat is de Blue Palace. Het ding is, we hebben zoveel ingang. Hier pakt de zaal, ik doe dat ook eigenlijk, we kunnen ook langs onder gaan en zo. Maar wij gaan gewoon langs boven gaan. En we kunnen ook denk ik taggen, dat had ik niet gedaan, maar... Ik ga proberen zoveel mogelijk freeroom te doen in afleveringen. En af en toe like, geen missie te doen, maar gewoon freeroom te doen om wat shit te halen, om een wapen te maken of zo. Oké, we zijn erop. Ik heb trouwens ook hoogtevrees, maar hier nu minder omdat ik de climb heb gespeeld. En op VR games vind ik nu minder, maar ik voel het wel aan mijn benen als ik hier sta. Dus ja, ik weet niet of je dat wist eigenlijk of niet, maar nu wel. Matches. Dat kunnen we trouwens niet gebruiken voor ding. Maar kijk, hier krijgen we niet te veel van dus. Dus zo'n ding ga je dan moeten wegdoen uiteindelijk als je... Kijk, we kunnen deze kast niet omdoen, dat is raar. We kunnen eigenlijk van alles redelijk veel omdoen. Het is wel kut soms dat je de zaklamp moet vastpakken en dan... We gaan dit niet oppakken. Kijk, dit is cool. Dus we hebben een fles bier. We kunnen dit dus ook in de dingen smijten. Voor metal vooral. Of shard object. Maar we kunnen dit ook gebruiken als een steekbaan. We kunnen dus dit doen. Dan kunnen we daar zombies mee shanken. Dus dat is sick. Dat is echt sick. Dat is echt een van de chillste dingen, vind ik. Kitchen knife. Waarom ligt er een kitchen knife? We gaan dat veel vinden trouwens. Maar. Ik denk trouwens dat het beste is dat we even... de gun, dat we het hier makkelijker aan soort van, dat we er makkelijker aan kunnen. Maar bij hem toch niet. Mijn kamer is redelijk klein, dus ik moet een beetje oppassen. Waar ik sta, kijk, is schroevendraaier. Ik weet niet of dat we dit... Nee, oké, okay, we kunnen niet. Dat gaan we ook niet nodig. Maar ik leg het hier gewoon van, stel nu we hem nodig hebben, kan ik die gebruiken straks, dat we nog naar boven gaan. Ik wil like, heel tuin door zo. Hier zijn er allemaal flessen in. Als ik daar ben ik bij de vak geweest. Oh, niet toch niet. Op whisky en zo. Nou, kunnen we dus ook gebruiken, denk ik. Ik weet niet. Hier, dat is een grote kamer, denk ik. Ik ben hier zo vaak geweest in dat huis. Dat is eigenlijk een van de beste, denk ik. Dat is dus van de reclame trouwens, die zo. Dit is heel handig. Ik weet niet voor wat we nodig hebben, maar ik weet dat we dat nodig hebben. Dus.
Dit is workable metal, kunnen we niet pakken. Okay, we gaan niet veel plaats meer hebben nu, dus... Dit gaan we sowieso mee pakken, dit is voor de sigaren aan te steken. En dat hebben we nodig, bedoel. We kunnen nu een keer doen trouwens. Okay, onze laatste pagina zitten we nu al. Dus okay. Dit houden we al west mee, zo denken we west mee dan en zo. Bepaalde wapens ook en zo, gaan we ook west mee dan. Drankjes ook en zo, want dat gebruik wil ik gewoon veel, denk ik. Voor. Yo, we krijgen er shit van, dat is wat kut, man. Die ding smeet ik dan weg. We moeten anders doen in zombie apocalypse, ja. Het gaat wel rap uit. Nee. Oké, dat is ook kut soms. Als je erin doet, dan ook. Ik moet niet stil zijn, ik zit hier. Ik kan het niet hoor, maar dat is dus een grote kamer hier. Chill. Haar man zit hierboven. Het is echt wel sick dat ik dat allemaal nog herinner. Sorry als ik zo stil. Het gaat even duren tegen dat ik er gewend aan ben dat ik kan praten, maar... Ben ik hier net niet geweest? Ah nee, dat is een andere ingang, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet niet, zonder gaan we nu... Nu moeten we dus een beetje beginnen oppassen met wat dat we meepakken, wat niet. Oké, okay, dit... En mijn redelijk veel... Additief en mijn voor veel shit nodig, maar ik weet niet meer voor wat, dus... Ik kan het niet zeggen, maar... Pan is heel veel metaal, weet ik. Hier zijn er meestal wel flessen, want het is toch allemaal te kijken. Dat gaat nooit op, dus dat moet ik niet meer meepakken. Maar salmon, oh nee, sardines. Pak het niet eens mee, en ik eet ik toch nooit in deze keer. Maar... Oké, okay, hier kunnen we het wel hand voor meepakken. Ik ben heel zo stil. Sorry, als ik stil ben, dan is het omdat ik nog gewoon ben. Maar ik hoor hier zo mee, snap je? Normaal als ik praat, dan komen ze. En ze doet. Serieus? Kun je daar je vak aan, kun je dus ook zo pakken. Sorry baby girl. Daddy's hungry. Oké, maar dus... We gaan er niet meer komen, maar dit is begin normaal. Like, later in de game zouden er nu al 10 zijn gekomen en zouden ze allemaal hebben moeten killen. Dus het is redelijk easy nog. Dat ding dat ik net heb meegepakt, dat moet ik sowieso houden. Want dat zijn echt de beste dingen voor mij. Dat ook een gsm, dat ook veel.
nuts en bolts. Ik ga het meepakken, maar... moet oppassen. Wat is dit? Sharp, oh, oh, dit is goed, dit is goed. Hoeveel plaats hebben we nog? Shit, hey, we hebben er geen meer. Dat is met uw... Ik heb geen idee wat we kunnen smeden. Blikjes hebben we niet nodig. Dat hebben we wel nodig. Goed gebreien. Ik weet niet. Dat is voor kools, maar dat hebben we nu nog niet even nodig. Dus. Kijk, dit gaan we nu even gebreien. Nog gewoon puur omdat we het straks kunnen breien. Als mijn mes kapot is. Hier zit hij, oké. Okay. Ja. Give a fuck. Eén ervan kun je de snoots west mee hier, maar... ja, eigenlijk wel. Dat is ook een beetje. Ah, fuck off, hier. Good thing. Ik heb er spijt van, sorry. We gaan nog niet naar beneden gaan, denk ik. Omdat we geen plaats meer hebben. Gewoon even... Zonde moet je dus vooral meepakken omdat je van verschillen, omdat je er veel van hebt. Kussens, weet je niet, wat heb je dan kussens? Binding, oké, dat is voor de doos te maken, zeker. Redelijk goed, oh, shit hé. Ja, ik vind dat zo kut dat we zo'n shit moeten achterlaten hé, maar boeien. Dus haar man, die van die mevrouw, staat daarachter en we gaan hem nu uit zijn lijn verlossen. Onze goede mensen. Oh, David. Sorry, David. Ik weet niet, noemt hij David? Die ziet er in David uit. Noem maar Sam, ik is als mijn naam. My dearest Corinne, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand that I had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. Reuben. Okay, dat zucht verander. Zucht heel hard verander. We zullen dat muntje hebben niet nodig. Dit hebben we wel nodig. Nog een soort, wat de... ah ja, dat is die dat ik heb gezien. Oké, tja. Kijk, maar dat is... ah, oh, dat is zo zielig voor hun. Kijk, we kunnen er niet aan. Ah, oh, dat is zo zielig, kerel. Dat zijn gewoon zijn kinderen. Want die heeft gekild met die shotgun verheerst. Fuck. Dat sukt, kerel. Oh, het werkt nog. Dit hebben we nog. Ik kan dat zo schieten. Ja, ik heb er geen. Dus eigenlijk hebben we hier niks aan. Oké. Okay. 6 doet van 27, shit. We hebben nog een paar van vrij. Dus nu smeet ik gewoon wat shit weg van. Zo'n draait dat zo.
wil even wel dit hoofd aan eigenlijk. Sorry, David. Zo, dit gewoon tonen aan haar. Oké. We gaan dat nog niet tonen aan haar, best maar. Ja, sorry als ik zo stil ben, mij trouwens, maar... Dus... Het is een gewoonte... Dat ik zo... Ah ja, oké, daar dat niet werkt, oké. Dat is eigenlijk het licht daar. Weet je wat, we gaan dan aan de kinderen hier gewoon ter nagedacht. De eer, alsjeblieft. Sorry voor je lichaam, bro. Hey, wat, ik heb het niet geprobeerd om dat te doen, zo dat ik het doe. Oké, ze kon dat een beetje handiger maken misschien. Fuck, tuurlijk zit het vol maken. Ik heb nooit in die kassen gekeken, denk ik zelf. Medicijn, alles fucking. Los hierin. Oh. We zijn gewoon weer weg. Sick. Nou, misschien gaat dit ook. Dit gaan we niet meer nodig hebben. Maar aan dit hier even. Serieus. Medicijn moet ik niet pakken. Oh, ammo, ammo. Tja. Ah, shit, hè. Nou, dit waren we niet nodig. Fuck, dat kan ik zo. Oké. Oké, nu aan me denk ik... We kunnen niks meer meepakken. Later houden we dus nog een extra zak en wat dat chill is. Dit gaan we meepakken. In één hand halen nu, zeker. Oh my god, hij is in hier. Dit kan goed brengen. Nou ja, kut, ja. Het is bijna kapot. Fucking hell. Zijn we nu juist aan het lopen? Nee.
We zijn... Dit is het huis, oké. Okay. We kwamen duidelijk vanaf hier. Dat, zo. We zijn nu... Zo, zo. Nee. We moeten terug gaan bij daar. Tja. Dat past voor onze tangen. Shit. Wat ga ik nu doen is, ik ga deze hier steken. Deze hier steken. Oh, ik heb deze nog. Never mind. Ik heb nu plaats voor één ding. Waar de fuck zijn we naartoe te gaan kijken? Misschien klinkt ze daar, hè? Oh my god. Voilà, mevrouw. Oké, we hebben... Kijk, ik zie, ben al half uur bezig. Wat? Dude, what the fuck? Ik heb geen idee waar dat moet zijn, hè? Oké, nu zijn we hier. Shit, zo. Oké, dan zeker. Fuck it, twee. Ik is op adem komen. Dan langs hier. Ah ja. Of niet? We hebben nog genoeg. Zou het kunnen. En ik hoop dat er niet te veel meer. Maar we hebben er nog een paar. Dus weet je. Ja. Eén hit, maar we nog een andere moeten doen. Dat zou het zijn. Ja, ik kan er niet tegen dat ik heel snel zo stil ben, man. Oké, okay, we hebben hem niet nodig. Chill. Ik vind dat zo kut dat ik heel stil ben. Nog gewoon, de volgende aflevering gaat wel... Terug aan, het had toch een uur zijn verleden. Dat gaat deze even zo. Is het? Vecht deze. Over? Ja, het is over. Mevrouw, Let's see. Een wedding ring. I recovered the ring. Thank you. Can't know it means the world to me. The only reminder of life before all of this. Reuben was a good husband. Oh, yeah, an amazing that. Father. Weet je wat we kunnen doen trouwens? Bram heeft me dat trucje getoond.
Dus nu is het bloed uit zijn gezicht, dus dat is cool. Oké. Glad I could help. He killed your children. Yeah. Hold on to the good memories. They will keep you sane. I will. Here's the code to the safe, as promised. Hope that whatever's inside will prove useful. Safe journey. Chill. Kan haar vermoorden. Hey, that's not okay. Okay. What do you gain, threatening? Sorry, Hassan. Ik weet niet waarom ik dit heb gedaan, maar... Ik wil die ring hebben. Fuck, sorry. Doe, nu kunnen ze bij elkaar zijn. Je moet zo zien. Moet ik serieus iets wassen mee hiervoor? Sorry, voor echt oprecht, sorry. Zo. Ja. Oh. Dat is weg. We gaan doen alsof het nooit is gebeurd, oké. Kijk, we zijn goede persoon. We hebben haar man vermoord. We hebben, released from weet ik veel zombie-lukke shit. Dan die ring teruggegeven aan haar. Goeiedag, we hebben niet gezegd dat hij haar fucking kinderen heeft vermoord. En we hebben haar dan vermoord terwijl dat ze wel zijn toch een kut leven had. En nu is ze bij haar man en ze leven al twee nog dat hoofd, dus ik ga ze het tonen dan. Ik moet dus eerst terug naar huis gaan. Oké. Dus dan ook, ik kon het niet laten. Ik wil die ring terug hebben en ik bedoel... Het is de eerste vrouwelijke hoofd, dat bedoelen ze wel zo'n vieze jongens. Dat ze best gaan vol liggen met mijn vrouwenhoven. Mijn ogen begint te traan door het zweet, kanker. Oké, sorry dat ik kanker scheld. Oké, let's go. Het was leuk. Een goede race gehad. Leuke shit gedaan, iemand te holen. Oké. Hier niks. Oké, nu kunnen we dus geen shit maken nog. We moeten dus eerst alles een keer... We gaan daarmee beginnen, oké? We gaan beginnen met alles goed hier weg te doen. Dat is wat we alles al gaan doen. Dit is een van de collectibles ook, dus daar gaan we ook alles al mee pakken. Komen de koele gedeeltes. Dus één ding dat ik hier wel moet doen. Ja. Ik leg dat hier. Oké, ze zijn nu wel bij elkaar, snap je? Man en vrouw. Eerlijk is eerlijk, ze zijn een goede persoon. Het is niks dat je kunt zeggen daartegen. Ze zijn een hele goede, vriendelijke persoon. En dat niet dat er mensen zullen zijn die zullen zeggen dat dat niet zo is, maar ik bedoel, we zijn gewoon een goede persoon. Oké. De chef hou ik even. Dit had ik ook niet nodig. Kunnen ze niet verbranden trouwens, ik heb dat geprobeerd. Dan ook, het is wel sick. Wat we hebben gedaan vandaag, we hebben veel gedaan. We gaan nu een keer kijken naar de wapens die we kunnen maken. De microfoon houden we er ook bij zetten, maar dat houden we de volgende keer doen. Oké, dat houden we de volgende keer. Oké, dit kunnen we upgraden om meer shit te krijgen dus eigenlijk, om meer dingen te unlocken. En daarvoor, dat verandert alles dan. En, maar hier houden we niet te veel mee beginnen op begin, oké. We gaan focussen vooral op die dingen. Sowieso ga ik eerst de Negan bed maken. Vergeet het dat ik dat niet zou doen. What the fuck. Oké.
Dus nu hebben we dit. Dat gaan we ook nog niet upgraden even. Oké, maar dit is zo cool. Lucio, oké. Okay. We kunnen de chef maken, dat is goed. Maar dit gaan we even upgraden. Ik bleef liggen, Lucio. Ik ga deze even in. Even kijken. We gaan alles anders één upgraden, oké. Okay? We kunnen deze niet meer upgraden, leuk. Deze kunnen we nog upgraden, dat is chill. We hebben zelf twee keer upgraden. We hebben nu zelf de boog unlocked. We hebben gewoon nog pijlen nodig en zo. Kijk, hier hebben we die coole shift trouwens. Ik ga die ook even maken. Nee, die kunnen we niet maken. Deze kunnen we ook niet meer maken. We kunnen nog een knuppel maken. Wat hebben we ervoor nodig? Ah, shit. We kunnen er genoeg maken nog, dus. Maar deze gebruik ik bijna nooit. Het is wel cool. We'll be fucking dead after I kill you. It's gonna be a big day. Kijk, maar dat is zo cool, want het is dus echt te Lucille. Het is niet gewoon... Heb die ook de cirkel dat Negan erop heeft. Dit is dus Lou fucking Seal. Ook precies dat draadje zo boven. Oh. Je kunt niet zo vastpakken, helaas. It's gonna be a big day. Oh, dat is zo sick dat we dit hebben. Dit wordt onze Lucille. Ik zet die altijd hier in deze zetel. Perfect. Mooi, mooi. Motherfucker. Oké. Alles is even uit onze inventaris, chill. Morgen, volgende aflevering dus eigenlijk. Ik ga waarschijnlijk niet morgen zijn voor jullie, ik ga het waarschijnlijk extra privé zetten, maar gaan we deze microfoon daarop zetten, en waardoor dat we kunnen praten op dit, en dit is perfect, chill. En voilà, oké, dank u voor het kijken. We gaan nu even slapen al. En tot de volgende keer, later.